ben hier heel vaak geweest, dus ik ken het museum goed. Maar ik heb het vooral gedaan voor de cast en voor de creative team. Waarvan de meeste mensen natuurlijk geen Joodse achtergrond hebben. En Fiddle on the Roof niet zozeer een Joodse musical is, maar natuurlijk wel een Joodse DNA heeft. Dus de decorontwerper is mede, choreograaf, kostuumontwerper, de schrijver, de hoofdrolspeler. Om op deze manier ze meer voeling te geven ermee. Ik ben benaderd om de vertaling, schuine streep, bewerking te maken van de tekst van Fiddle on the Roof. Ik ben druk met Ruud Vijsman aan het overleggen over alle ins en outs van de taal. Het mooie is, vind ik eigenlijk aan deze trip, is dat ik eigenlijk heel erg geprikkeld ben om nu nog meer op onderzoek uit te gaan. En dat het daardoor eigenlijk die voorstelling ook weer een andere lading krijgt. Ik weet van al die dingen wel een beetje af, zo weet je wel. Ik ken wel iets van de Joodse cultuur, maar niet specifieke zaken of zo. En want ik ken die niet, dat is niet, ik ben niet zo opgevoed. Maar indrukwekkend vind ik dat. Dat vind ik allemaal even indrukwekkend. Okay, ik heb nu echt een soort zucht van, nou oké, ik ga het eens even uitspitten.